Beauty, kom, go. Lovely, rustig. Kom. Ho, halt, rustig. Samenwerken. Goed zo, kom maar. Beauty, kom. Goed zo, keurig, kom. Goedemiddag, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik weet niet of het een dagvlog wordt of een weekvlog, maar dat zien we dan wel. Het is vandaag zaterdag 23 november, het is nu 12:33 en we zijn dus nu druk bezig met een BHV cursus, training, herhaling. Dus dat staat ook op mijn Twitter en op mijn Facebook en op mijn Instagram. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, alleen ik mag daar niet filmen, dus jammer, komt wel goed. Maar we gaan wel even andere leuke dingen doen vanmiddag, even naar de fris en alles. Bellen, 1, 1, 2. Ja. En haar de AED laten halen, wil je even AED halen? Ja, ja. Ja. En dan AED ademhalingscontrole, hè? Oh ja. Even eerst aanspreken. Hallo. En dan kijken, luisteren, voelen. Oh ja, hij komt zo even. Heb je ergens last van? 1, 2, 3. Omdraaien? Ja. Daarop? Nee. Even één arm naar voren. Ja. Goed strekken. Ja. Kom maar op. Ja? Ja, gewoon los. Je stopt in de weg. Ja, weinig ruimte. Nee, gewoon zo rond komen. Deze moet omhoog. Trainingsgebruik. Roep om hulp. Verwijder elektronen uit verpakking aan achterkant apparaat. Bevestig in het hoofd op een blote borst, zoals afgedeeld. Je vinger weghalen. Ga maar eens door met de reden. Bevestig in het hoofd op een blote borst, zoals afgedeeld. Ja, dat is wel goed. Bevestig elektronen op een blote borst, zoals afgedeeld. Zo. Bevestig elektronen op een blote borst, zoals afgedeeld. Zo, en dan moet ik luisteren. Verwijder elektroden uit voor analyse hartritme. Raak de patiënt niet aan. Heb je het? Vanavond oefenen op je school. Geadviseerd. Bezig met opladen. Houd afstand. Ja. Druk op knipperende schokknop. Schok 1, toegediend. Dit is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Dit echt natuurlijk niet, maar nu wel. Mond schoonmaken. Heb ik Nee, zij is daar alleen. Dan moet jij ga door. Mond schoonmaken met de alcohol. Ja, ik heb al tussen, hij heeft schoongemaakt en nee, ik heb weer blauwe. Ga door. Schoonmaken. Schoonmaken. Anders kan zij niet beademen. 45 seconden. Ja, oké. Als je bij 30 bent, mag je nu ademen. Dat is voor haar. Oké. Ga door. Twee vingers onder de kin. Gedurende 1 minuut en 30 seconden. U gaat niet meer reageren, hè? Ga door. Dat doet zij nu alleen. Pas na 2 minuten ga je het weer overnemen. Ga door. Gedurende 1 minuut en 15 seconden. De koppen vinden jullie niet. Als ze toestemming geven, zolang ze mij er maar niet op zetten. Ga door. Maar je moet inderdaad toestemming hebben om mensen te filmen. Iedereen dus, wel. Ga door. Gedurende 1 minuut. Ja, hier staat op het plaatje. Ze staat de kleur netjes ja. Aangegeven. Ja, ja. Ze hebben niet gefilmd. Dus, ga door. AVG, dat mag niet. Rode Dink, hebben jullie dat gevraagd, dit hè? Ik kan het eigenlijk, hè? Ja, maar... Ga je door. Je filmt alleen mij. Gedurende ja, dan is het 40 seconden. Ja, je mag stoppen hoor. Kan je voor mij zo, nou de cursus en die zit erop. Rodi staat daar, ja. En Rodi gaat nu op de fiets naar huis toe. Naar mijn huis, ons huis. Dan gaan we even richting Fres, want daar is het een en het ander te doen. Qua bakken en alles, dus dat wil ik wel even erop hebben. En dan gaan we daarna gezellige saampjes daarna dus even naartoe.
En dan zien we het wel weer. Tot zo. Tot zo. Het is toch een lekker ding, oké. Nee, maar ik ben geslaagd. Duimpje voor mij. En een duimpje voor mijn vent. En voor mijn man. Ja. Dus, Dus, komt ook wel weer goed. Dus kat. Hoi. Nou, dan gaan wij even kijken. Nog wel bij eentje. Als deze klaar is, gaan we weer aardappeltjes maken, oké? Aardappel of zo? Geen idee. De morspijt. Ja. Waar is dit? Weet je dat? Waar is dit? Hoe heet dit? Even wachten, jongens. Even wachten. Die dringen. Komt allemaal aan de beurt. Ik doe hem niet meer, hè? Die zit erin daar. Aan die kant werken. Kom op jongen, kom op. Kom op. De schoon hebben we gedaan. Eerst rollen. Ze wil niet meer. Gaat het jongens? Hier, aardappeltjes uitdelen. Pepernoten uitdelen. Ik heb het er maar druk mee met jullie. Ja, maar, en maar daarvoor zijn het ook kinderen, hè? Ja, daarom geef ik even kinderfeestjes. Nee, toch niet? Nee, doe maar niet. Op de zaak.
We hebben een kinderbakkerij op de zaak in Oostenrijk. Oké. Okay. En kinderboeken, maar kinderfeestjes, daar hebben we niet aan. Kinderkookboeken ook of niet? Ja, okay. Bakboek, hè? Ben ik kok, hè? Ben een bakker. Ja, nou ja. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, toch wel? Voor mij wel, ja. Oké. Okay. En wat is het verschil dan? Een kok kookt en een bakker bakt. Oké. Okay. Een kok is om de maaltijd te bereiden. Oké. Okay. Een bakker de rest. Dat is mooi. Ja. We zijn gebakken, meneer. Dankjewel. Zo. Eens kijken. Staat er mooi op. Kijk, handig hè, zo'n telefoon. Ja, maar dat is irritant. Kijk, als je dit zo moet doen. Je hebt dit voorbij al. Nee, kijk. Nee, maar die camera is maar hier dan. Nee, werkt niet. Ja, hier wel, kijk. Hier kan ik gewoon eventjes er tussendoor filmen. Hè? Huh? Kijk, en dan ga ik dus een stukje naar deze kant, hoor. Kijk, want die vind ik ook erg gaaf. Gluren bij de buren. We zijn nog bezig met de vloer. We gaan schoonmaken. Ja. Ja, ja. Wat hard. Gaat hard. Kijk dan, hé. Hier zijn ze zo dan. Een hele nieuwe pui hier erin. Hé. Hey. Zo, hé. Een hele nieuwe pui. I am love you. Wat leuk. Want hier en hier zit dus die trap. Daar konden we toen nog eigenlijk in. Er zit nou een grote pui in, heel gek. Jeetje. Ja, verder als dit mag je gewoon niet. Kijk. Nee, maar kijk, je kan hier in principe doorlopen. Mm-hmm. Maar ik doe het nou niet. Ja. Oké. Okay. Nog even een
zijn er weer. En er is hier wat nieuws. Deze verlichting. 1, 2, 3. Gaaf. En nu gaan we even naar de Jumbo eventjes drinken halen. Eventjes wat in de aanbieding is. Toch? Lastig. Want, waarom? Het zou in de aanbieding moeten zijn, dus. Dat zou het toch moeten zijn. Stop, eens kijken, gratis. Vervangend product dan. Is leuk. Ja, oké. Ik ga jullie wat leuks laten zien. Stel je zegt tegen iemand, ik sta en geparkeerd. Ja, waar? Nou, ik sta op de A11 en geparkeerd. Op de A11. Of je kan ook zeggen, ik sta op de A13 geparkeerd. Of op de A15. Of op de A14. Of op de A12. Of op de A10. Ja, is handig. Of op de A20. Heel geweldig dit. Waar staat u geparkeerd? Nou, meneer, ik sta daar geparkeerd. Dus even kijken, wij staan op B21. Nou, dat is geen snelweg meer, hè? Nee. Hier, toen was het alweer zondag. Inderdaad, dat weet ik zo even niet uit mijn hoofd. Dat ga ik zoeken. Dat is 24 november om 15:29, dus bijna half 4. Ja. We hebben nu net twee huskies opgehaald. Die gaat dus nu naar een opvanggezin. Dus ja. Weer druk. Daarom heb ik ze heel even in beeld. Maar we rijden dus nu in Rotjeknor. Yep. En waar ze naartoe gaan, dat ga ik niet zeggen. Nee. Maar we zijn even lekker onderweg. Dus even lekker gezellig kijken. Ja, Shelly. Zou ik gezellig vinden. En Ro ook, want die rijdt vanzelf. Alleen als ik zo doe, dan hebben jullie waarschijnlijk last van de zon. Ja, dus dat is niet handig. Nee. Ja, en toen was het alweer maandag 25 november. Het is nu net 13:47. Ja. Ik ben nog even vlogs aan het maken. En dan ga ik straks weer de tussenuit. De hondjes die liggen nu even lekker op balkon. Ik heb mijn moeder al weer aan de lijn gehad. Dus ja, ik mag eigenlijk niet klagen. Nee. Morgen moet ik om 10:00 ergens wezen tot 1:00. En dan daarna de hondjes doen of zo. En dan ook nog voor die tijd. Dus ik word vanavond vroeg lekker op bed. Dus ja, ik heb nog ongeveer een kwartiertje. Ik moet nog even de cadeaudoos eventjes in elkaar bouwen. En dan even misschien nog even aardappelen schillen. Want ik ga lekker... We gaan vanavond eten. Jullie zullen vanavond deze week ook weinig Roderick zien. Want die moet blokken. Want die heeft namelijk vrijdag aanstaande, dat is de 29ste uit mijn hoofd. Ja, dat is de 29ste, heeft hij dus een examen. Dus die moet echt gewoon blokken. Dus dat gaat hij ook doen. En, kijk hoe mooi, hoe lief. Oh, dat is lief, hè? Ja. Kijk eens hoe lief. Oh, wat lief. Oh, wat zeker lief. Ja. Nou, en dan woensdag ga ik de kerstboom samen met jullie verder maken. Dus blijf kijken. Wat gezellig. Ja. Ja, en toen zat ik even lekker op het bruggetje aan het water. Dat jullie wel kunnen zien. Gezellig. En nu is het even wachten. En totdat iemand aankomt. En dan kan ik weer verder. Ja. Is niet anders. En dan straks de oven aandoen, eten in de oven en dan wachten. En daarna wil ik naar huis. Ja, een hele goede morgen. Het was alweer dinsdag 26 november. Dus nu net 9:10 in de ochtend. Lekker aan het lopen met de hondjes. Yep. En dan zo meteen even schoonmaken. En daarna weer naar huis. En daarna weer weg. En om 6:00 weer klaar. Yep. En dan morgen ga ik met jullie mijn kerstboom verder optuigen. Maar dat wordt een aparte vlog.
Ja, water, halt, rustig. Kom, je zus ophalen. Ja, water, doe maar. Laat maar het water in. Ga je zus ophalen? Ik kan je bijna niet houden, gek. Hé, hey, wachten, wachten, nee. Ik kan je bijna wachten, zitten. Zit, zit. En blijf. Waar is je zus? Waar is je zus? Waar is je zus? Jij je zus ophalen, hè? Waar is je zus dan? Zo, en toen had ik ze alle drie. Alle drie. Kijk eens. Koekie. Kijk dan. Beauty. Lovely. Daar hebben we lady. Even zelf. Je moet een plasje doen. Eh. Waar is jouw mooie staat, lof? Waar is je mooie staat? Ja, die voor jou, ja? Waar? Kom. Nee, we gaan hierin. Kom. We gaan hierin. Hallo. Deze kant op. En nee, niet daar naartoe. Kom. Lopen. Voor. Nee. Nee. Dames. Nee. Als ik nee zeg, wat is er dan ook? Nee, hè?